nog wel gaan ontbijten. Maar trek heb ik eigenlijk niet. Voor de gezelligheid hoef ik het ook niet te doen, toen helemaal in mijn eentje. Laat ik dat nou eens proberen. Dat eetlezen à la Remco Campert. Hola! Ik was wat laat met mijn girootje. Doe nou krantenbezorger! Goedemorgen. Simon! Wat is er gebeurd? Waar kom je vandaan? Ik heb even een paar weekjes gesurvivald. Je gaat daar nou niet zitten! Het is pas helemaal schoongemaakt. Lieve jongen, kan mij die bank opschelen. Wat is er? Wat zeg je, heb je uitgevoerd? De bank. Groefje! Hé, hey, Simpie. Kom jij ook vandaan? Ik? Van de badkamer. Ga jij er ook maar eens naartoe om te beginnen? Wat heeft hij nou? Gesurvivald. Maar jij? We zijn vannacht aangekomen. We wouden de spits vermijden. We? Om Gerard en ik. Is Gerardje er ook? Nou, het was toch geen doen in Meppel. Afgelopen nacht hebben we dus al zijn spullen in zijn jeep geladen. En toen... Oh, Thijs. Sorry, je bent nog even bezig. Moeder stuurde me naar boven. Hey, Simon. Wat zie jij eruit? Waar heb je gezeten? Wat kom je doen? Even douchen, maar doe maar rustig aan. Hé, hey, ouwe rotboer van me. Hey. We maakten ons best wel ongerust, hoor, toen je zo overstuur wegging. Hey. Ik ben heel vaak lullig tegen je geweest, maar je helpt niet altijd even aardig tegen mij. Maar ik begin je steeds beter te begrijpen en te waarderen. En als je maar weet dat ik... altijd van jou. Malle. Oude vieze Rick. Dus toch wist ik eigenlijk ook wel. Maar Thijsje toonde op een gegeven moment toch ook wel belangstelling voor allerlei meisjes, dacht ik. Het is ook wel leuk, joh. Maar zo'n enge baardaap, ik mag doodvallen als ik... Ik mag toch doodvallen als dat om Gerard niet was. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat. We zijn weer thuis, vast als een huis staat. Waar het op staat, we zijn weer thuis. Om ons naar buiten te gaan en het past in elke straat geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis en waar het op slaat. We weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak. Het is weer feest of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Maar hoe komt dat nu toch zo, Gerard? Ik denk dat ik er zelf om heb gevraagd. Bij het uitruimen van mijn Meppelse onderkomen kwam ik die krukken weer tegen. Zijn nog van Tieneke geweest, kan je nagaan. Waarom zou ik dat nagaan? Ik weet niet eens wat Tieneke uithangt, maar als jij me dat vertelt, wil ik dat best geloven. Waarom zou je dat niet willen geloven? En ik wil jou best vertellen waar mijn ex-vrouw zich nu bevindt, maar dat weet ik dus ook niet. Nou, ik geloof dat mam bedoelt dat ze best van je wil aannemen dat die krukken nog van Tieneke zijn. Had ik haar een keer cadeau gedaan. Oh ja? We hadden weer een slaande ruzie gehad en ik wou het een beetje goed maken. Zo? Ze had mij een blauwe oog gegeven en een doekje voor het bloeden. Je dacht, dat pak ik ook even uit. Mijn handen zaten vol pleister. Ik had me bezeerd aan de krulspelden. Maar ik had ze niet eens ingepakt. Zo'n cadeau zou ik me ook niet laten inpakken. Die verpleegartikelenwikkelier zei meteen dat hij niet aan cadeaupapier deed. Nou, maar het was toch geen verrassing meer voor Tieneke. En tenslotte moesten ze er meteen mee aan de slag.
Echt, want je zegt een toepasselijk geschenk dus. Ja, ze had beloofd mee te doen met zo'n demonstratieoptocht tegen de demping van de Dwingelandse plas. Deed ze dat toch gewoon aan mee? Nou, gewoon op die krukken dus. Maar dat had ze nog wel beloofd. Dat ze op krukken mee zou doen? Ja, dat niet, nee. Maar beloofd is beloofd en al wist ik van tevoren dat het ook niet zou uitlopen. Nee, is toch niet om vol te houden? Wat je zegt, de argumentatie van die actiegroep was weinig steekhoudend en die stinkende plas is inmiddels al lang gedempt en vergeten. Wat zit ik eigenlijk te eten? Kokosbrood, dat heb ik van Leslie. Oh nee, dat is van Thijs. Was hij altijd gek op. Maar nu heeft hij het zeker een half jaar al niet meer aangeraakt. Ze gebruiken kokos vanwege de geneeskundige werking bij verstuikingen op Aruba. Best maar mogelijk. Nou. Maar we zitten hier toch niet in Aruba? Tineke hield vol dat dit hielp tegen de aanbijen. Geloof jij het? Neem ik direct dan. Want de Tineke zweert bij dat soort folkloristische praktijken. Ze had ook heel vaak te zeiken over Friedrich of Capra. Nee, ze zegt het nu wat plat. Maar ik heb wel eens gehoord dat eigen plas inderdaad soms helpt bij sommige hardnekkige aandoeningen. Nou, ik moet jullie zeggen, ik ben dus niet bijgelovig. Maar je zou toch denken dat ik dit min of meer zelf heb uitgelokt door het meenemen van die krukken. En dat ik er dus beter aan had gedaan dat niet te doen. Maar ze komen je nou toch wel goed van pas? Zeer zeker, maar... Ja, je hebt nog steeds niet gezegd hoe dat nou allemaal kwam. Dat kwam. Ik liep naar de badkamer. Ja, ik weet niet of ik dat nou wel moet zeggen. Als hij wil, moet Thijs dat zelf maar zeggen. Thijs? Ten slotte moet hij het ook allemaal zelf weten. Wat moet ik natuurlijk zelf weten? Dit is Willeke. Ik ken Willeke toch wel? Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Goed het Zwanenpark, maar wij kennen elkaar toch al. En ik ben... Oh, vandaag maar eens een snipperdagje opgenomen bij notaris Bosch. Ze baalt. Als een driedubbele wegdekstekker. Al een week en voorgoed, hè? Ik heb daar dus ontslag genomen. Ach, en toen heeft haar werkloze vriend haar meteen hun huis uitgezodemieterd. Och, arme. Jij wilt haar hier nu onderdak bieden, begrijp ik. Maar waar kom je nu ineens zo met haar vandaan? Je was toch een weekje met een ploegje oude schoolkameraden erop uitgetrokken om op onze mooie Friese meren... Skutje te zeilen, ja. Maar... Maar er kwam dus iets tussen. Ja, en toen hebben we samen ontdekt... Dat er leukere dingen te doen zijn dan skutje te zeilen. Het is even iets anders. Ja, maar... rot even op, jij. Ja, dat. Kom op, we moeten aan het werk. Ja, wacht even. Toch maar even je knallenbeurt voor je bellen? Ja, wat kan zo'n dokter daar nou aan doen? Even naar kijken. En dan nog een getaperde rekening presenteren. Hij schijnt het inderdaad zeer goed te doen. De knallenburgjes zijn juist verhuisd naar een prachtig patiohuis. Doe maar kalm aan. Ik moet nog even wat spullen van mijn kamer halen. Willeke van Keppelzoden. Het mooiste meisje dat ik ooit tegenkwam. Kostte me vaak moeite mijn gedachten bij mijn strubbelingen met Henk Born te houden. Maar ook op intellectueel niveau is ze aan me gewaagd. Maar wat kon ik doen? Ik had me met mijn hele hebben en houden overgeleverd aan Marjolein Koopmans. Ligt nu te rotzooi in Hollywood. Ga die kleine druiloorden met Willeke aan de haal. Nou ja, lang zal mij dat geluk ook niet beschoren zijn. Simon is weer in het land. En hoe idioot hij er ook altijd bij loopt, altijd weer... Zo eenzaam, broertje, dat je hardop tegen jezelf staat te lullen? Ja, nee, ik ben aan het doornemen wat ik straks op een zakenbijeenkomst ga zeggen. Geloof je het zelf? Nee. Maar als ik die lui maar weet te overtuigen. Ah, Simon ook weer helemaal de oude. Als jij nu ook nog even snel komt ontbijten. Thijs is er ook, en Raters? Wil ik even keppels worden? Ja, hoe vind je dat? Ach, goofje. Als jij Gerardje er nou even van weet te overtuigen dat het het beste is als hij even langs Job gaat. Job woont nu op de Niersteenweg. De Niersteenweg? Ja, aan de overkant van de gedempte Dwingelandse plas, uitkijkend op het grote darmkoliekplantsoen. Aan het einde van het buiklooppad. Ja, je kent het nieuwe ziektekwartier. Buikloop, darmkoliek, nierstenen, zoals zo oud als de mensheid. Ziektekwartier, zeker weer het nieuwste. Ja. Een hele nieuwe villa-wijk op die oude vuilstortplaats. Nou, de straatnamencommissie kan in ieder geval weer even voort. Nou, die heeft er vooral toe besloten ter bevordering van het leren leven en omgaan met een aspect van ons leven wat we niet mogen verdringen, maar wat we juist bespreekbaar moeten maken. Reeds.
Ook toevallig, dat Knallenburg als arts. Niet zo toevallig, hoor. Hij was voorzitter van die commissie. En bij de feestelijke opening van de wijk heeft hij de drumband van het streekziekenhuis laten opdraven. En heeft hij zelf een reuze navelstreng doorgeknipt. Vond ik nu ook niet zo erg nodig. En zijn vrouw Eefje ging natuurlijk rond met een schaal moederkoekjes en glaasjes vruchtwater. En echte stukjes slijmvlies. Alsjeblieft, jongens. Niet van die man smakelijke praat. Want we gaan nu even met z'n allen verder ontbijten. Ik vrees dat wij er nu toch echt van door moeten. Blijf je vanavond wel eten? Of ga je regelmatig door naar Meppel? Ik heb een suite besproken in het Molten Hotel. Maar je kunt toch hier terecht op de logeerkamer? Of anders... Nou, ik ga op zoek naar woonruimte hier in de buurt. Toch wat mijlen op zeven dat wonen in Meppel. Weliswaar onder de rook van Sensorex. Sensorex, waar ligt dat? Even buiten Meppel. De fabriek die Gerards uitvinding produceert. Maar ons hoofdkwartier vestigen we dus op mijn kamer hier. Hoofdkwartier? Van onze gloednieuwe onderneming Spulpark Incorporated. Oh, Gerard! Je moet helemaal toch. Je moet helemaal... Niets. Dit is dus ook Simon, mijn oude broer, als je hem nog herkent. Als je me niet herkent, ben ik het ook. Even goed wel. Zit hem niet in de kleren? Of juist wel, als je het anders wil opvatten. Leuke broek heb je aan. Is dus voor mij. Heeft u zo lang even van me geleend? Ik ga zo uitsmijters maken. Zo? Zuurdraadje mee te bakken? Eerst Gerardje even helpen. Dat hij nou niet even langs Jok wil. Mam, we hebben iets te zeggen. Straks, Thijs. Hoor nou. Doe nu niet net of jullie naar mij willen luisteren. Jij moet even naar ons luisteren. Als jij dit nu even naar je oom brengt, moet goed om zijn enkel geknoopt, dan iets van plastic eromheen binden. Ga ik Hetty even bellen om te zeggen dat Simon boven water is. Dat kan ik zelf nog wel. Doe dat dan nu meteen. Maar moet je toch overal mee? Hetty is heel ongerust, Simon. Denk eens aan je zoon Danny. Ik heb al lang gefaxt. Kan ik hier nog even rustig ondergedoken blijven, anders vertrek ik nu. Oh, wacht. Eerst even mijn kleren, toch? Ja? Klootzak! Hé. Mama, ik zal je maar precies zeggen zoals het is. Henk Born speelt vieze spelletjes met ons. Het is toch niet waar? Ja. En op een gegeven moment vond ik echt dat hij te ver ging. Ik ook. Willeke kon er niet meer tegen en ik... Jullie allebei? Hij neemt ons allemaal te pakken, mam. En jou vooral. Ach, niet overdrijven, Thijsman. Henk heeft mij één keer nog in zijn oude kantoortje in een opwelling gekust. En ik kwam net binnen en ik heb hem toch een knoversknars verkocht. Waar gaat het nou niet om? Ik dacht dat ik jullie duidelijk had gemaakt dat het ik afgelopen moet zijn. Ik kan je verzekeren, Thijsman. Maar jullie, kinderen. Wat nou kinderen? Wij zijn volwassen. Wij weten wat we doen. En Born weet ook precies waar hij mee bezig is. Alleen jij schijnt niet in de gaten te hebben dat Born de verkoop van ons huis wil doorzetten. Als dat alles is. Ga zitten, Marstenbroek. Vriendelijke ontvangst dit keer. Met een afspraak ga ik niet dwars liggen. Zonder afspraak. Juffrouw Rijfkogel. Gaat u wel dwars liggen, maar ja, het is maar even een weet. Ik had me overigens voorgenomen om deze keer maar eens over u heen te stappen. Waar het niet dat ik uitbundig werd verwelkomd door een dame op net even meer leeftijd dan u, die mij gniffelend de lift binnenloodst. Het kan ook zijn dat ze huilde, maar ja, dat kan je tegenwoordig niet zo zien, hebben die oudjes. Zij is jonkvrouw van Wijnaldum van Baflo. En ze is in het kader van een 65-plus-project een nieuwe receptiehok gedropt. Valt voor mij in. Zolang ik hierboven de chaos, die dat leeg hoofdje van Keppelzode bij haar overhaaste vertrek achterliet, op orde probeer te krijgen. Maar u kunt ervan op aan dat ik even goed zal verhinderen dat mensen zonder afspraak... Haal dan maar even koffie, ja? Als u zo vriendelijk zou willen zijn. Oh, en zet er voor mij even een cognacje naast. Wil ik ook. Ik kan kort zijn. Aan de verkoop van huis en tuin van de familie van der Hoed zal ik niet langer meewerken. Dan weet ik wat mij te doen staat. Blijf even zitten. Kun je nog verslikken in je cognacje? Smeer die maar in je haar. Dit moet jou interesseren als beëdigd makelaar-taxateur met een bepaald zwak voor oudere dames.
Ik wil je niet storen, lieverd, maar... Zij heeft toevallig ook een kapitale villa aan de verkoop. Ja, in Eidenhout, maar... toevallig heeft zij ook een zoon die toevallig veel verstand heeft van onroerende zaken. Oh, mijn lieve schat, deze jonge man beweert dat hij bij Mastenbroek hoort. Ik kon nog net bij hem in de lift springen. Stroomman, zegt hij, dat hij heet. Zo heet ik niet, dat is mijn functie. Zo is dat. En wat houdt het dan precies in? Nou, Oh, wat interessant. Ja, wacht even, moeder. Ja, wat heb jij nou toch zitten lullen? Wat kom je hier godverdomme doen? Je zou in de auto blijven zitten om rondjes te kunnen rijden... voor als die stomme parkeerpolitie weer opduikt. Oh, Paul, we hadden onze wagens... Mijn auto. Ja, maar we hadden hem beter in de parkeergarage kunnen zetten. Ik ging namelijk maar heel even sigaretten halen aan de overkant... en toen ik terugkwam waren ze hem al aan het wegslepen. Donder op, pak een taxi, ga die klote kar halen. Nee, wacht even, dan rijd ik met je mee. Ja, ik moet ook eens mijn auto op gaan halen. Die is hier 14 dagen geleden ook meegenomen door zo'n hijskraanauto. Ik rij nog wel altijd met mijn zoon mee. Maar als die nou eens pech krijgt... Nou, daar kunt u van op aan. Kom op nou. Het spijt me toch weer een taxi. Toen dat misselijke neefje van jou... mij 3 weken geleden naar Boeks de Hoede had gelokt... en zich daar trots liet ontvallen dat hij met jou samenwerkte... ging er bij mij een lichtje branden. Ben ik ook eens gaan snuffelen in jouw zaakjes. En zo ontdekte ik dat jij gespecialiseerd bent in het helpen van oude dametjes. En dat bedoel ik niet met het oversteken van een drukke straat. Wat is dat? Een lange lijst van door jou opzettelijk veel te laag getaxeerde panden. De namen van een vast groepje kopers, waaronder je neefje Robbie... die stevast kiezen voor notaris, annex vriendin, Toos Verrips plasmolen. En kijk, die kopers zijn het doorgaans zo weer kwijt... voor soms wel het dubbele van hun aankoopprijs. Grappig, niet? Steek dat ei maar in je makelaarsreet, dan laat het gaar koken. Als jij mij wil stuk maken met wat jij van mij weet, ga jij er ook aan met je haringdruk. Je schijnt aardig op de hoogte ook wel eens een extra centje verdiend op die manier. Luister, Born, wij zijn aan elkaar gewaagd. Right. Ik kan je wegvagen, Paltje. Ik kan jou vernietigen, Henkie. We kunnen een vuist tegen elkaar maken. We kunnen ook iedereen te slim af zijn en de handen ineen slaan. What do you think? U kunt gaan, juffrouw Rijfkogel. Verstaat u geen Nederlands? Dismiss! Op onze goede... en doeltreffende... samenwerking. In voor... en in... achterdocht. Meneer Smulders, gaat u toch vooral even zitten. Doet u vooral geen moeite. Als u het niet erg vindt, blijf ik liever even staan. Dat overeind komen is weer zo'n gedoe. Verstuikte enkel. Maar zal u een zorg zijn? Hm? Moet u niet zeggen. Hm? Ik wil ook niet te veel beslag op uw tijd leggen. Ik had dit mogelijkerwijze ook wel aan het loket kunnen afhandelen. Het is in feite een eenvoudige rekeningcourant kwestie. U wilt dat wij een op maat gesneden beleggingsconstructie voor u uitdokteren. Hm? Wilt u iets te drinken gebruiken? Inge! Toch maar even bij gaan zitten. Ik had die rekening hier in mijn oude woonplaats geopend... omdat ik hier in het verleden nog wel eens werd afgeblaft. Als
dat werkelijk zo is, dan kan ik u verzekeren... Praat me niet van verzekeringen. Dat zulks nooit meer voor zal komen. Wij zijn een stuk kritischer geworden in ons personeelsbeleid. Ik begrijp het allemaal wel, hoor, want ik stond nogal eens rook. Dat moet kunnen, moet kunnen. En met uw huidige saldo heeft u op ruimschootse wijze ons vertrouwen in u terecht doen geworden. Het is toch een heel andere ervaring om hier als vermogend man binnen te wandelen. Maar laat het niet afdwalen. Ik ben hier vanwege een, nog niet zo gek lang geleden, hier door u aan een dierbaar familielid van mij verstrekt advies dat op mij diepe indruk gemaakt heeft. Dat doet me deugd dat te horen. Ik wil het u met genoegen nog even in herinnering brengen. Het ging ongeveer als volgt. Kijk eerst je moeder maar eens lief aan en ga anders met schaafijs op de markt staan. Ah, meneer Plantenbak, Plantinga, sorry dat ik u nog één keer lastig val. U kunt hier niet zomaar binnenlopen. Denk je dat het hier allemaal heen gaat, omgeren? Met een beetje persen, hm? Ik neem al mijn tegoeden op. Begrijpt u dat, of moet ik het anders formuleren? Is hij familie van u? Mijn volle neef, gemankeerde ouwe nicht. Als ik ook eens iets misselijks mag zeggen. Een slap kopje lauwe thee gaat er vast wel in bij dit heetgebakerde gezelschap. Valt mijn soufflé niet in de smaak of zo? Overheerlijk, zou ik zeggen. Lieverd, hoe kun je nou verwachten dat Willeke haar jarenlange vriend zomaar ineens opgeeft? Zomaar? Ik bedoel... Ja, hou er nou alsjeblieft maar over op. Zouden we niet toch maar eens gaan zoeken? Ik denk dat we toch wat te pittige bochten hebben genomen. Hè? Mevrouw van de Hoed, spreekt u mee? Hattie! Ik ben er niet, ik ben er niet. Ik ga er niet om liegen, Simon. Hallo? Hattie? Ja? Ja. Luister, ik wil hier via de tuin gaan doen, maar willen jullie geen zware luggage meer door de greenhouse gooien? No more sorting suitcases. Afgesproken? Wat nou? Kom. We zijn weer thuis.